boven de schouder uit aan het slopen zijn. Zijn mama en ik aan het afwassen. Een goede verdeling. Ja, goede verdeling. Heel veel afwas, want zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we de oude keuken eruit gesloopt. Alleen de nieuwe werkt nog niet. Er komt wel een vaatwasser. Alleen, die moet nog aangesloten worden. Had even niet de hoogste prioriteit. Dus hebben de heet afwas en we laten het ook telkens een klein beetje opstapelen. Wat er dus in resulteert dat wij dik een uur aan het afwassen zijn. In een teltje, op de tafel, in het donker. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Zo is het. Maar, beetje kamperen. Beetje kamperen. We gaan nog even door. Of zit het water nog wel? We hebben dus binnenkort, of sinds kort, hebben we twee houtkachels. Wat echt super geweldig is natuurlijk, zeker met gasprijzen op dit moment. Nou valt dat in Spanje overigens wel mee, want de overheid helpt de Spanjaarden super goed. Alleen, helemaal geen gaskosten is natuurlijk nog beter. Dus, we hebben houtkachels, maar we moeten dus wel elke dag hout sprokkelen. Zodat we überhaupt iets kunnen opstoken. Dus we hebben een beetje een routine ervan gemaakt. Dat we vinden dat we overdag in ieder geval het hout voor de avond. En ook altijd wat extra, zeg maar, voor eventueel de dag daarna. Moeten hebben gesprokkeld. En we hebben ongeveer 6 hectare grond. Dus het komt meestal wel goed met hoeveel hout er te vinden is. Maar in het begin ga je natuurlijk een beetje naar wat het dichtste bij ligt. En daarna moet je steeds wat verder. Dus nu is het onze workout van de dag. En dat is het. Om naar beneden te lopen. We gaan naar beneden. En weer terug omhoog. We gaan eens even kijken. Ja, maar het heeft het vanmiddag gehakt. Of staan. Hoe heet dat? Hoe is zo'n ding? Kettingzagen. Kettingzagen. Er staan kettingzagen. Dus als het ligt het allemaal in hapklare blokjes voor ons klaar. Echt inzetten als het goed is. Dat betekent ook heel veel draden doortrekken. Meerdere stopcontacten moeten er komen. Onder andere voor de vaatwasser. Waterleidingen. Hij weet het allemaal. Ik niet. En we hebben een nieuwe trilboor. Want de vorige was kapot. Dus we maken nu vooral heel veel lawaai. Hè? Het is ondertussen al donker buiten. Gelukkig wel goed licht. Maar we hebben de hele dag aan de keuken gewerkt. Ik heb voor het eerst in mijn leven elektriciteit doorgetrokken. En allemaal nieuwe stopcontacten gemaakt. Dus hier zit er één, daar zitten er twee. Merel voor al je stopcontacten. Merel voor al je stopcontacten. Ik denk dat ik een carrière switch ga maken naar elektricien. Hier zitten er drie. Waar is die andere nou? Die heb ik wel opgehangen. Oh, nou, daar is er nog één. Die moet eigenlijk nog vast. We zijn nu de. Ik zie er echt heel verwilderd uit. Maakt niet uit. We zijn nu de afvoer aan het doortrekken. Want daar komt een vaatwasser. Which is amazing. En we zijn de waterleidingen nog aan het doen. Maar we lopen nu een beetje vast. Want we hebben niet meer de goede spullen. En we zijn er ook, zeker ik, maar ik ben er echt een beetje klaar mee. Dus dan gaan we morgen gewoon weer verder. Maar ik heb het dus voor het eerst in mijn leven gedaan. Ik vond het echt super leuk. Het is echt alsof je een soort van puzzel deed het aan het spelen bent of zo. Want het goede kleurtje draadje moet bij het goede kleurtje draadje. En, ik vind het allemaal leuk. Morgen verder.
Het is hier één grote puinhoop. Ik ga even de camera omdraaien. Het is echt, zeg maar, ja, het is duidelijk dat hier nog wordt verbouwd en zo. Want hier staat de afzuigkap. Mijn nagels zien er ook niet uit. Nou, maar net. Hier staan allemaal, dit is de wasbak. Overal liggen materialen en kopjes en dingetjes en afvoerstukjes. En dit is dus de hele keuken die hier zo een beetje staat te wezen. En nou, overal ligt gruis op de grond en boren en spijkers. En hier staat nog een heel deel. Nou, we hebben gelukkig de bank een beetje vrijgehouden zodat we daar nog kunnen zitten. Maar verder is het echt een drommeltje. Maar goed, allemaal voor het goede doel. Ik hoop dat we morgen de kastjes terug kunnen zetten. Dus dan ziet het er alweer veel beter uit. En ja, dan komen we steeds dichter bij de keuken die af is. Hé, Maart? Ja. Ja, blij? Bijna. Ja. Mooi, hè? Kun je nou zien? Ja, je kunt het wel zien. Oh, die roofvogels. Als ze maar niet muis pakken. Ik weet niet waar die kat is. Met z'n allen. Waar zijn ze dan? Ja, daarachter. Hele goede morgen. Morgen, het is al 1 uur 's middags. We gaan zo ook lekker wat doen. Maar ik vond het wel even grappig om iets te melden. Want we wonen hier nu dus ondertussen zo'n 4 maanden, denk ik. Ik sta heel raar in het plant. Ongeveer 4 maanden, denk ik. En de Spanjaarden die beginnen zich wat thuis te voelen in onze omgeving, onze nabijheid. En sowieso is het ook zo dat zij er in de zomer bijna niet zijn. Het zijn vaak grote families. En dan wonen ze allemaal gewoon in kleine appartementjes in hun stad. Of in een stad, een dorpje. En daar werken ze dan, weet ik veel wat. En dan gaan ze in het weekend. In de zomer vaak naar een familielid dat een huis heeft aan het strand. En als het wat kouder wordt, dan trekken ze dus de berg in. En daar wonen wij. Dus nu trekken ze de berg in. Maar ze voelen zich dus een beetje veilig bij ons. En het is hier dus gewoon heel normaal, blijkbaar, dat je gewoon iemands tuin binnenloopt. En gewoon schreeuwt een keer hola of zo. Ze maken geen afspraken. Ze vragen niet, mag ik over je land heen lopen of zo. Dus als je hier, je komt er nu pas achter dat je redelijk territoriaal ingesteld bent. Toch wel. In Nederland pakken we ongeveer bijna een luchtbux erbij, denk ik. Als onze tuin zomaar binnenloopt die we niet kennen. Of in ieder geval, je kijkt heel raar op. En wij kijken dus elke keer ook heel raar op. Maar volgens mij vinden zij het echt heel normaal. Dus moeten wij daar misschien een beetje mee oppassen. Goed, er worden net alweer 20 kinderstemmen. Die staan dan even hier zo op onze oprit. En dan is het daarna van, zeg gewoon hola. En dan zeggen ze ook hola en dan zijn ze weer weg. Of soms komen ze ook echt een praatje maken. Wij mogen dus ook allebei hun binnenlopen. Dat is dan wel weer cute. Dat ze zeggen, je mag ook altijd bij ons binnenkomen. Dus als wij een afspraak willen maken, gaat het bijna niet. Dan zeggen ze gewoon, we zien wel wanneer we elkaar zien. Nou, is voor zo'n control freak als ik helemaal niks. Maar goed, het is leuk om de cultuur een beetje mee te krijgen. En ja, je weet zo niet of er toevallig iemand langskomt. Ja hoor. Mam, zeg nog even een keer wat je net zei. Hebben ze eigenlijk wel recht van overpad? Dat zeiden wij toen hier al een Spanjaard voorbij kwamen. Wij zo, zouden ze recht van overpad hebben dat ze hier gewoon zomaar overheen mogen bij ons? Zo, misschien staat dat wel in ons contract. Het staat niet in het contract, dus het mag gewoon niet. Nee. Mag gewoon niet. Nee, dat is mijn toestemming. Met toestemming van de eigenaar. Het is gewoon verboden. Zulke Nederlanders wij. Neem je dat nog mee? Ja. Oh, moet ik naar jou?